Nou, het is tijd voor een kleine update. Het is vandaag, dacht ik, 17 april 2016. Gia heeft een tweede accu aangesloten bij de binnenaccu. De startaccu van de auto zit gewoon in de motor. Bij de motor. Dus deze twee staan volkomen los daarvan. Er zit een solar panel controller, heeft hij geplaatst. Want het paneel wat op het dak al zat, was gewoon eigenlijk niet aangesloten. Het paneel dat wij gekocht hebben, het extra paneel, wat nu nog bij het balkon staat. Daar, ik weet niet of jullie het zien staan, daar. Dat komt ook nog op het dak. Dat is nog een verhaaltje verder. En verder zijn we hier, lang leven de chaos, overal en nergens bezig. Ik heb de kachelfront zwart gespoten. Alle merkjes en dergelijke eraf gehaald, weer opgeschroefd. We zijn bezig met het schilderen van alle kastjes. Daar is de kachel. We hebben de wasbak en het gasfornuis wit geschilderd. Met heavy duty lak en daarna met een zware glanslak eroverheen. Dat is voor het gasfornuis wel aardig gelukt. Alleen de bak, heel raar, is een soort grof geworden. Maar we zitten toch met heel weinig ruimte hier, aanrechtruimte. Dus we denken dat we die gewoon vervangen voor een klein bakje. Want hieronder loopt het aanrecht gewoon door. Oh, sorry. Verder hebben we de panelen gespoten. In ieder geval aan deze kant allemaal. Hier ook, het is allemaal een stuk frisser. Nou, het plafond is grijs geworden. Wel heel netjes. We hebben de... focus. De lampjes... grijs gespoten. Die waren allemaal vies bruin. Dat zul je nu wel aan de binnenkant kunnen zien. Kijken of dat lukt. Dat is beter. LED's zitten erin. LED-lampjes. En nu ben ik deze kant aan het schilderen. Ja, we doen het eigenlijk samen. Alles wat we kunnen aanpakken, pakken we gewoon steeds aan. Nou, nu is hier een stopcontact aan het plaatsen. 220 stopcontacten, want we hebben een nieuwe inverter gekocht. Dit is een AEG, 1300 watt, of sorry, 1200 watt converter. Dus een omvormer met USB ingangen, maar we gaan hem niet zo gebruiken. We gaan van hieruit gaan we het aftappen en gaan we stopcontactjes plaatsen. Hier hebben we bijvoorbeeld eentje. Hier hebben we er meerdere van. Even kijken of dat te zien is. Ook weer even in het licht houden. Stopcontact met USB plug erbij. Het is inbouw, dus die kunnen we niet echt overal plaatsen. Maar hier aan de zijkant komt er in ieder geval eentje. Hier, daar. En we willen er hier erg aan de binnenkant een hebben voor laptops, telefoons, iPads. En hier komt een... Sorry, ja. Hier komt een gewoon stopcontact. Hier. Of, nou ja, waar weten we niet precies? Hierachter. Zit gasfles, dus we gaan niet iets inbouwen met elektriciteit bij gas. Dat is niet zo slim. En hier is op het moment daar stopcontact aan het plaatsen. Hij is steeds uit focus. We hebben eigenlijk te weinig licht hier. Daar komt de stopcontact. Opbouw. Anders steekt hij de wagen uit. Dat is ook weer een beetje lullig. En dit is ook nieuw. Mooi Boeddha. Rust in de tent hier. Kun je wel gebruiken. Nou ja, zo zijn we hier ook de spiegel. Alles aan het schilderen. We hebben een motorontvetter gekocht. Daar staat hij. Het spul is echt heel smerig. Maar daar haal je al het vet en vuil mee van alles af. Nou, hier zijn we nog niet geweest. Je ziet het, dit ziet er echt nog oud uit. Op het behang hadden ze met dubbelzijdig tape paneeltjes vastgezet. Ja, dat is gewoon heel vies. Oud. Gaan we allemaal schilderen. Ja. Spuiten. Dus we hebben nog wat te doen. Nou, we hebben nog, nadat we hem hier hebben neergezet, geen meter met hem gereden meer. Maar dat... Eerst gewoon even dit soort dingen allemaal. Oh, kijk nou. We hebben een werklamp hangen. Kijken of ik hem aan kan doen. Zo, oh, kijk eens even. Hier hebben we een stoppendoos. Of hoe heet zo'n ding? Aardlijkschakelaar.
En hier gaat de antenne naar boven, naar het dak, voor de tv. Nou ja, wij hebben natuurlijk geen tv, we willen ook geen tv. Maar we zitten eraan te denken om dit te gebruiken om een wifi-antenne in aan te pluggen. Zodat we, dus in feite is een versterker waarbij we de wifi kunnen opvangen. Wifi, zoals je al kan zeggen. Maar dan vind ik het net een worstje. Zodat we dus wifi kunnen opvangen. We gaan wel ook een dongeltje meenemen. We hebben een dongeltje, prepaid. Zodat we overal internet hebben, in ieder geval binnen Zweden. Want dat werkt alleen maar in Zweden. Ja, nou ja, dit is waar we mee bezig zijn. Dus alle kleine details, alles. Elk dingetje wat we mooier willen, zijn we mee bezig. In de verloren uurtjes. Binnenkant van de kastjes laten we bruin. En nou ja, ik ben ook bezig met het omkleden van, opnieuw bekleden van panelen. En die hangen er alvast. Mascot is voor een goede reis. Nou, je ziet wat voor weer het is op onze nieuwe voorruit. Rain. Het is ook koud. Zon, geen lekker lenteweer. Het is in de wagen een krap 11, 12 graden. Maar we houden elkaar wel warm hier. Hè, Gier? Ja hoor. Oké. Maar ik heb hier plaats voor je gemaakt. Die wilde ik nog even laten zien. We zagen een video van een gozer die fulltime in zijn RV woont, in zijn camper. En die had een hele grote poster, die had zo'n dubbeldeurs, of nee, tenminste zo'n hoge staakkoelkast. Een extra aparte deur voor zijn vriezer. Die grote foto van Han Solo van Star Trek, dat hij in cryoniet, of hoe heet dat spul, dat hij in ieder geval versteend is, bevroren. En dat zag er zo gaaf uit dat Geer dacht, nou, we hebben nog een poster op zolder. Die van Steve is geweest. Die had hij niet meer. Die hebben we toen bewaard. En die koelkastdeur is er zo opgemaakt dat je daar dus gewoon een plaat in kan schuiven. Als een fotolijst. En daar heeft hij die foto in gesneden. Of die poster in gesneden. Dus we hebben een hele super gave koelkast. Nou, zijn we het zat, dan kunnen we er nog een andere foto in douwen. Want het ziet er leuk uit. Toch? Vind ik wel. Nou, je hoort de regen. Hij lekt nergens. Laat ik het even afkloppen. We hebben geen lekkages gevonden nog. Dat is natuurlijk altijd sowieso heel belangrijk in een camper. Want, nou ja, het is een beetje lullig als het zachtjes onder je handen vandaan rolt. De hele boel. Voorlopig is alles netjes. Netjes droog. De enige die het nat maken zijn wij. Elke keer als we hier naar binnen stappen, dan wordt ons mooie kleedje heel erg smerig. Kijk eens wat een mooie vloer we nu hebben. Het was allemaal netjes. Nou, we gaan hier laminaat inleggen, hebben we besloten. Mooi vergrijsd plankenlaminaat. Maar dat doen we wel op plaats, denk ik. Doei. Denk ik, weet het zeker. Ik weet het zeker, denk ik. Ik weet het zeker, denk ik. Hallo. Het is lekker koud, hè? Die eerste knopjes die zijn al hard, hè? Dus die, tenminste, nog niet helemaal hard, maar kijk, netjes geworden. En ze werken gewoon. Zou ik ze zwart maken? Zou ik ze zwart maken? Ja. Oh ja, nou, dan spuit ik ze zwart. En dat zou je allemaal zilver maken. Oh, zo was het, ja. Yep, nou, dan spuit ik ze over. No problemo. Probeer ze te laten waaien. Voor je eitjes. Voor je kindjes. Ja, mijn kindje. Oh. Ja, maar waarom staat hij op 5 graden? Nee, hij staat niet 5 graden. 37,7, ja. Oké. Ik
wou je een beetje plagen. Goed geweld altijd de dingen openmaken. Right. Dat is wat goed. Zal ik ze eitjes zwart maken? Oei. Dat doe je met een rolletje ook of alleen met ja, die kwast? Ja, eerst met de kwast, dan heb ik een rolletje er al fijn een keer gedaan. Okay. En dan de volgende keer kan ik het wel een rolletje doen. Ja. Even een rolletje houvast, want die glijdt uit op die plastic. Ja. Ja, maar dat had wel even gezond. Nou, ik ga weer aan mijn karretje. Wat is dit nou? Wat is dit nou? Au. Je bent geen pitbull. Je bent een borderline collie. Ongelooflijk stof van dit. Oh.
gratis, want koop je twee van die stopcontacten en twee USB-aansluitingen. Nog heel wat te doen. Wat heb je daar, Steve? Er is een brief dat ze mijn bod accepteren op het huis en het land. Dus ik heb nu, na de contact met ze opgenomen, ben ik straks de eigenaar van een huis en een stuk land. Oud missiehuis en een stuk land. Geweldig. Meer land dan wij hebben. Drie keer zoveel. Groter huis. Groter, veel groter huis. Alleen maar geen kelder, dus misschien een beetje hetzelfde maat huis. Maar wel een grote zolder. Ja, zo. Om een klus ook. Het zit erin, gozer. Ja. Het gaat nog even duren voordat ik erin kan, want er moet eerst nog een aflop en water aangelegd worden. Ja, maar dat geeft niet. We gaan het allemaal regelen. Maar dan moet je primitief gaan eten. We gaan het allemaal regelen. Geweldig, Steve. Yay!